Hallo mensen van Dutch Minecraft Games en welkom bij een nieuwe Sony Vegas tutorial. Omdat hierom gevraagd was, werd namelijk deze vraag gesteld. En ik heb trouwens geen facecam omdat hij het niet wilde doen. Ja. Dus de vraag was hoe je die flikker dingetjes kon maken. Nou, ik heb hier een simpele League of Legends clip. Moeten we eerst zorgen dat die groot wordt. Je ziet nu dat hij zwarte randen heeft en dat is nu weg. Nou, dit is dus dit. Ik ga deze even beter zetten. Nou, dat was dus alles. Ik heb er trouwens al een montage van gemaakt van deze clip. Nou, zet je een muziekje onder. In dit geval is dit... dit muziekje. Nou, dan zie je dus dat dat nog geen dubstep is. Dus dan zoeken we even het begin van de dubstep op. En aan de audiolijnen te zien is dat hier. Dus even kijken. Ja. Nou, wat we dan gaan doen is spoelen naar waar de dubstep begint. Het is dus... hier zo. Zetten we daar even een knipje. Je knipt trouwens met S op je toetsenbord. Nou, ga je naar je video. Druk je op S, pijltje van je pijltjes toetsen. S, pijltje, S, pijltje, S. Dit ga je dan net zo lang doen tot je eigenlijk het stuk... wat je wou hebben voor de dubstep gedaan hebt. Dus je gaat de hele tijd pijltje S, pijltje S, pijltje S, pijltje S, pijltje S. Zolang dat jij het wilt. Nou, laten we zeggen dat we het zo lang willen. Nou, dan zoom je in met de scrollknop. Scroll, scroll, scroll. Zie je allemaal deze kleine video's. Nou, je drukt er eentje aan. Dan druk je op delete op je toetsenbord. Dan laat je er één weer normaal. Dan weer delete op je toetsenbord. En dat doe je dan de hele tijd door. Even kijken. Dat moet je dus meestal best wel vaak doen. Want als je het heel kort doet, dan zien het bijna niet. Dus die weg, die weg, die... Die. Oh, het zijn er zoveel. Deze weg. Even kijken. Oh, dat zijn er nog zoveel. Nou, gaan we hem even verder uitscrollen. Je moet je dus wel iets meer opletten, omdat je minder goed ziet welke je hebt. Maar alles wat je verprutst, kun je gewoon Ctrl-Z doen. En dan is het weer goed. Zo. We hebben ze allemaal geknipt. Gaan we even terug naar het begin. En dan heb je dus dit. En dan kun je dus net zo vaak en net zo lang doen als je wil. Dan weet ik nog één leuk trucje om eraan toe te voegen. Je drukt op Alt 9. Krijg je dit kleine schermpje. Ga je naar Titles en Tekst. Nee, dan ga je naar... waar ging je ook heen? Oh ja, Solid Color. Nou, klik je op Red. Schuif je die boven je video. Zo. Nee, we willen jou niet ergens in hebben. Nou, deze kan weg. Dan maak je hem zo groot als je flikkerstukje. Dus dat is tot hier. Zoom je even in. Maak je hem iets minder opvallend. Dus zoiets... laat je hem pas beginnen wanneer je flikker ook begint. Dus dan heb je... nou, het ziet er al wat geiniger uit. En dan om je montage nog beter te maken kun je hier nog hierheen gaan. Ga je naar Glow, ga je naar Add, ga je naar OK. Kies je een leuke kleur uit. Nou, in dit geval gaan we een beetje voor rood. Nou, Glow Intensity eerst. Zo, gaan we naar percentage. Nou, die doen we even laag. Intensity. Doen we zo. Dus dan gaat het al. En om het dan nog leuker te maken, kun je er nog een leuke... ga even naar add. Glint aan toevoegen.
willen we daar ook niet in hebben. Nou, gaan we even kijken. Wil je gewoon wat prutsen en dan kun je je eigen klint bepalen. Ik weet alleen niet meer waar je hem kon. Bepalen hoe die was. Godverdomme. Nee. Nee. Nou, in ieder geval, je kunt daar een beetje mee spelen en dan krijg je... Waarom had ik hem zo gezet? Dit had ik toen ook bij mijn montage gedaan, alleen dan kan hij niet zo goed aan. Dus nu ziet hij slechter. En normaal is het dan beter. En zo maak je dus dat soort effecten. Nou, ik hoop dat jullie de video leuk vonden in dat geval. Like je even de video. Abonneer op Dutch Minecraft Games voor meer tutorials en zo. En zie ik jullie de volgende keer. Doei!